Herstel kademuur Utrecht is mega klus. En oplossing geluidsoverlast bij Utrechtse brug. Goedemiddag, dit is U Vandaag. Met man en macht is afgelopen nacht gewerkt aan het herstel van de ingestorte kademuur langs de bemuurde weert in de Utrechtse binnenstad. Gistermiddag zakte hij erin, er vielen geen gewonden, maar de schade is enorm. Tientallen werklui zijn gisteravond bezig met het vrijmaken van de vaarroute langs de bemuurde weert in Utrecht. Ze worden vanaf de kant in de gaten gehouden door tientallen nieuwsgierigen die met eigen ogen willen zien hoe groot de schade aan de kademuur is. Ja, verschrikkelijk dat zoiets kan gebeuren. Daar hou je absoluut geen rekening mee. Het waren hele mooie bomen. En dat is een stukje dat we goed kennen, ook vanwege Il Molino. Maar dat het zulke schade kan veroorzaken, dat had ik niet verwacht. Peter de Keizer was met zijn maatje een stukje verderop bezig om meer palen te vernieuwen. Hij werd gebeld dat hij met spoed moest helpen bij de bemuurde weert. Dus toen kwamen wij hier aan en wat betreft een grote chaos voor het ingestorte kademuur. En dat betekent overwerk. De Keizer doet er niet moeilijk over. En dit is het leven van een medewerker in de grondwerk waterbouw. Het opruimen en repareren wordt bemoeilijkt door de schemering. Overal vandaan worden aannemers opgetrommeld om materieel aan te leveren. Er worden pontons gebracht om met kranen vanaf het water te kunnen werken. En er worden lichtmasten neergezet. Wachten tot het weer licht wordt kan namelijk niet. Het is volgens de gemeentezaak de kapotte kademuur zo snel mogelijk te repareren. Nou, we willen in ieder geval 24 uur per dag doorgaan, omdat er ook veel water nog verwacht gaat worden en dit een hoofdader is om te spuien. En om de kans op uitspoeling te verkleinen, willen we zo snel mogelijk zorgen dat een tijdelijke wand staat. Omdat de kade ieder moment verder kan verzakken, is voorzichtigheid geboden. Tijdens de megaklus worden ook de kwetsbare oude huizen constant in de gaten gehouden. We hebben de tekeningen nagegaan van de constructie, van de fundamenten van de huizen. Die geven ook aan dat er onder de meeste huizen een aanzienlijke kelder is. Waardoor je ook een fatsoenlijk fundament hebt. Waardoor er eigenlijk ook geen kans is dat er iets zou kunnen gebeuren. Ook niet tijdens de werkzaamheden. Maar voor de zekerheid monitoren we de huizen. De gemeente denkt nog in ieder geval tot donderdag bezig te zijn met het repareren van de schade. Het is voor Van Tiel een klus van ongekende omvang. Maar het doet je wel heel goed om te zien dat iedereen zo fanatiek is en zo goed mee wil werken. Ik hoor ook helemaal niemand klagen over het is slecht weer, het is koud, ik wil naar huis. Ik heb afspraken vanavond, is iedereen van kan ik nog iets, zal ik zus, zal ik zo. Dat geeft wel een warm gevoel inderdaad. De komende dagen wordt onderzocht hoe de kademuur kon instorten. Mogelijk heeft hevige regen van de afgelopen dagen er iets mee te maken. Opmerkelijk nieuws dan in een Spaanse krant over het vermiste Amersfoortse raadslid Ramón Smits Álvarez. De Spaanse krant La Voz de Galicia schrijft dat het raadslid een afscheidsbrief aan zijn vrouw heeft achtergelaten. De journalist van die krant zegt dat hij dat heeft gehoord van de moeder van Smits Álvarez. Volgens haar heeft hij zijn telefoon bij haar thuis achtergelaten en is hij er met wat broeken en shirts vandoor gegaan. Het laatste spoor van het verdwenen raadslid is een fiets. Die zou zijn teruggevonden op het station in Amersfoort. Vanaf daar ontbreekt ieder spoor. Bij de politie zijn inmiddels 25 tips binnengekomen, maar verder wordt er niets bekendgemaakt. Het werk aan de Galekopperbrug van de A12 bij Utrecht wordt snel hervat. 2 weken geleden werd de klus stilgelegd na klachten over geluidsoverlast van omwonenden uit zowel Nieuwegein als Utrecht. Ze konden niet slapen door het lawaai. Rijkswaterstaat is bezig de brug te versterken en legt ook een nieuw wegdek aan. Ook wordt de brug omhoog geplaatst, zodat schepen met hogere ladingen er ook onderdoor kunnen. Om de omwonenden tegemoet te komen is er nu gekozen voor een andere aanpak. Wij gaan niet meer 's nachts werken. Het werk moet wel afgemaakt worden. Dus de damwanden aan de zuidzijde die moeten de grond in. Daarom gaan we zaterdag 26 oktober werken van 7 tot 10 uur 's avonds. En zondag 27 oktober van 10 uur 's ochtends tot 10 uur 's avonds. En die week daarop zijn we ook wel bezig aan de damwanden. Dan van 7 uur 's ochtends tot 4 uur 's middags. Rijkswaterstaat benadrukt dat het werk zeker nog wel lawaai geeft, maar dus alleen nog 's avonds en overdag. Het werk aan de brug duurt nog tot zeker 2015. De dienst die in onze provincie het milieubeleid uitvoert zit door mismanagement in grote financiële problemen. De directeur is op non-actief gesteld, schrijft NRC Handelsblad. De Omgevingsdienst Regio Utrecht helpt gemeentes met het milieubeleid. De dienst staat 700.000 euro in het rood en dat dreigt op te lopen naar ruim 1 miljoen. Gemeentes draaien nu op voor de extra kosten.
De aanleg van een baggerdepot in Baren loopt uit op een rechtszaak. De provincie wil in de Eempolder 65.000 kubieke meter vervuild slib opslaan. Maar Stichting Behoud de Eemvallei is fel tegen. Ze zijn bang voor vervuiling en denken dat het landschap wordt aangetast. De stichting is naar de rechter gestapt en die gaat nu controleren of alle vergunningen in orde zijn. De rechtszaak tegen 9 verdachten van een reeks overvallen op de Amsterdamse Straatweg in Utrecht gaat vandaag verder. 3 verdachten moeten zich verantwoorden voor hun rol bij een ramkraak op de Plus supermarkt. Afgelopen maandag werden tegen 8 mannen en een vrouw al celstraffen van 1 tot 3,5 jaar cel geëist. Wegens een overval op juwelier Stratelli, ook aan de Amsterdamse Straatweg. Het Spoorwegmuseum in Utrecht is genomineerd voor de vakprijs voor cultureel ondernemerschap. Door bezuinigingen moeten culturele instellingen vaak zelf meer geld binnenhalen. Andere genomineerden voor de prijs zijn onder andere het Amsterdamse Fotomuseum Foam, de Kunsthal in Rotterdam en het Westfries Museum. De uitslag is over 2 weken. De sluiting van kinderdagverblijf Jackio aan de Beeldstraat in Utrecht is volkomen terecht. Dat zegt Boink, de belangenvereniging voor ouders in de kinderopvang. Uit controles bleek de kwaliteit van de leiders onder de maat. Volgens Boink is de beslissing van de GGNGD om het kinderdagverblijf te sluiten een zware, maar moedige beslissing. Opvallend is dat de ouders het er niet mee eens zijn en juist vol lof spreken over de leidsters. Maar dat ziet de voorzitter van Boink wel vaker. Ouders zien natuurlijk eigenlijk meestal alleen wat er aan het begin en het einde van de dag gebeurt. Het is zeer uitzonderlijk dat een kinderdagverblijf gesloten wordt. Ik denk dat het ook heel belangrijk is dat die GGD-woordvoerder aangeeft dat je het hebt over minimale kwaliteit. En eigenlijk mogen ouders veel meer verwachten dan minimale kwaliteit. En het gesloten kinderdagverblijf Jackio zegt dat er inmiddels maatregelen zijn genomen om de situatie te verbeteren. Zo krijgen de leidsters elke week een training. De politie is op zoek naar 2 mannen die ruim 2 maanden geleden een zonnestudio aan de Oranje Rivier dreven in het Utrechtse Overvecht overvielen. De overval staat op bewakingsbeeld. 2 medewerkers zitten rustig met elkaar te praten als de 2 mannen ineens binnenkomen. Ze zijn gemaskerd en hebben beide een groot mes bij zich. Ze willen het geld uit de kassa en krijgen dat ook. Daarna gaan ze er vandoor rechtsaf de winkel uit richting de Marokko-dreef. Straks in bureau Hengeveld uitgebreid aandacht voor deze zaak. Sagarko, waar ga je het straks nog meer over hebben? Nou, Rob, ook aandacht voor een zware mishandeling op straat op klaarlichte dag in Kanaaleiland in Utrecht. Een moeder en haar dochter lopen daar over straat en worden dan genadeloos in elkaar geslagen door een voor hun onbekende man. Een plofkraak in Amersfoort op een pinautomaat van de ABN AMRO. De 4 daders weten te ontkomen op 2 scooters. En in Utrecht-Overvecht pleegden 2 mannen een gewapende overval op een zonnestudio. Ze komen gemaskerd binnen en ze hebben grote vleesmessen bij zich. Ze bedreigen daarmee het personeel en nemen het geld uit de kassa mee. Het goede nieuws in deze zaak is dat ze vrij goed op bewakingsbeeld staan. Dus hopelijk worden ze herkend. Ik hoop op heel veel kijkers en nog veel meer tips. Sagarko, dankjewel. En wij kijken nog even naar het weer. De zon laat zich af en toe zien. In de loop van de middag komt er wel steeds meer bewolking. Blijft droog bij 12 graden. Vanavond is het bewolkt en dan gaat het wel een paar uur regenen. Bij een zwakke zuidwestenwind koelt het uiteindelijk af naar een graad of 10. Straks om 5 uur, dan zijn we er weer met onze uitgebreide uitzending. Graag tot dan en voor nu wens ik u een fijne middag.